Yes, de opname loopt. Oké, ja. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk welkom heten als voorzitter van de Van de sectie. sectie. Er zit een klank, er zit iemand. Wil iedereen de microfoon uitdoen? Want ik heb een echo terug. Oké, dus nogmaals hartelijk welkom als voorzitter van de sectie Onroerend Goed van de NVDO. De sectie Onroerend Goed heeft afgelopen jaar toch wel een nieuw bestuur gekregen. En wij zijn de afgelopen jaar hard aan de gang gegaan en hebben een missie en een visie voor ons opgesteld. Dus eigenlijk de volgende sheet. Wat we eigenlijk willen als sectie Onroerend Goed binnen de NVDO is een platform met toegevoegde waarde bieden voor alle share- en stakeholders van de NVDO, maar ook daarbuiten. Op het gebied van asset management, ketenoptimalisatie, duurzaamheid en met name ook samenwerking. En dat is ook een van de onderwerpen van vandaag. En onze visie is om professionals binnen de branche dus te voorzien van een toonaangevend platform waarin we kennis kunnen delen. En dat is ook de reden waarom we hebben gekozen voor een ronde tafel en niet voor een uitgebreide presentatie door een aantal kenniswerkers of zo. Wij proberen juist meer om die verbinding te maken in de keten met elkaar, om van elkaar in een dialoog van gedachten te wisselen. Dat is ook de reden dat we vandaag voor deze ronde tafel drie personen hebben uitgenodigd. Eén persoon vanuit de opdrachtgeverskant, één persoon vanuit de opdrachtnemerskant en één adviseur. En wij hopen dat door die drie presentaties, dat een toch wel een aparte, misschien zit er daar dubbeling in, maar dat er toch een aparte richting aan wordt gegeven qua visie. Want we weten allemaal, want daar gaat de ronde tafel over in feite, over het overdragen van gegevens, revisietekeningen, documenten van realisatie naar beheer en onderhoud. Dat is eigenlijk in het kort wat ik wil zeggen. Ik wil wel aan jullie vragen om in de ronde tafel de dialoog te respecteren. Dus het gaat er niet om met elkaar de verschillen te bediscussiëren, maar het gaat meer eraan om elkaar aan te vullen. Dus dat proberen we eigenlijk in deze te doen. We hebben als sectie Onroerend Goed hebben we twee thema's. We hebben het thema asset management, waarbij we ondernemingsdoelstellingen naar de uitvoering en onderhoud op drie niveaus willen gaan bekijken. En we hebben contractvormen, waarin we eigenlijk resultaten, prestatiegerichte contracten ons voornamelijk gaan richten op harde en zachte aspecten in de ketenoptimalisatie. En alles met de doelstelling voor het bevorderen van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En binnen die twee thema's, die we eigenlijk de komende 2 jaar willen oppakken, hebben we drie speerpunten: professionaliteit, toegevoegde waarde en transparantie. En jullie zullen toch in meer of mindere mate merken dat die drie speerpunten ook terugkomen in de presentaties. En ook in de thema's met ronde tafel. Even kort hoe het gaat gebeuren. Er komt de presentatie. Daarna houden we een poll via Mentimeter. En daarna organiseren we een ronde tafel. En die doen we dan kort. Dan gaan we van de opdrachtgever gaan we naar de opdrachtnemer. De opdrachtnemer die geeft ook een presentatie met een poll. Daarna weer een ronde tafel. En daarna de adviseur met een poll. En daarna nog een ronde tafel. Dus we hebben drie sessies. We hebben geprobeerd, omdat de groep zo groot was, om te kijken of we dat in breakout rooms gaan doen. Maar de risico's zijn te groot. Dus we gaan nu wel een ronde tafel doen met toch flink aantal mensen. Dus ik wil jullie vragen, probeer het kort en bondig te houden op het moment als je iets inbrengt. Dus maak je punt. Ieder kan de punt maken, maar maak je punt kort en bondig, waardoor ook anderen de mogelijkheid hebben om zijn punten te maken.
Ja, dan wens ik jullie, jou moet ik zeggen, veel plezier en maar ook veel wijsheid. En ik hoop, dat is eigenlijk mijn doelstelling, dat we aan het einde van deze bijeenkomst weer wat van elkaar geleerd hebben en weer nieuwe inzichten hebben gekregen. Hoe wij eventueel de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het overdragen van informatie naar realisatie, naar beheer en onderhoud kunnen verbeteren. Ik wil nu het woord geven aan Cor voor de eerste presentatie. Dankjewel Ronald. Ik ga eens kijken of ik hem kan starten. Dat is altijd weer even spannend natuurlijk. Als het goed is moet hij zo lopen. Ja. Goedemiddag, mijn naam is Cor Slobbe. Ik ben van de afdeling technische expertise binnen het Rijksvastgoedbedrijf. En ik ga aan de hand van een PEGA-COEGA een presentatie geven. Dat betekent dat je per sheet 20 seconden de tijd hebt. En daardoor kun ik dus ook geen vragen tussendoor stellen. Trouwens, de presentatie is alleen maar voor de ronde tafelmeeting, dus moet er nog tijd genoeg over zijn. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben manager geweest bij een serviceafdeling bij een middelgroot installatiebedrijf. Daarna ben ik objectmanager geworden bij het Rijksgebouwendienst. Ik ben clusterhoofd van de Rijksgebouwendienst geweest en met name voor de boeiinspecties. En momenteel ben ik coördinator in de docentenpool van de FVB Academie. En de FVB staat voor vastgoed en defensie. Welke cluster, in het cluster regelgeving en programma's zijn er een aantal belangrijke items. Dat is namelijk de schrijvers van de handboeken FVB Boei, de keuringsrichtlijnen voor de wettelijke zaken en ook de audits zijn een belangrijk onderdeel hierin. Het tweede cluster waar ik even aandacht aan wil geven, dat is het cluster bijzondere en reguliere contracten. En dan eventjes ingezoomd op het feit van, want daar ken ik eigenlijk, daar is mijn kennis op dit moment op dit gebied van. De jaarprogramma's voor de aanbestedingen, evalueren van de contracten zijn natuurlijk belangrijk. De inzet van de vliegende brigades, want je kan van alles afspreken, maar je wil ook ter plaatse kijken. En het contractbeheer, dat is het contact wat we als opdrachtgever met de installateurs hebben. Waar zijn wij dan van? We zijn van centrale sturing op contracten, maar ook het borgen en verwerken van wettelijke verplichtingen. En het ontwikkelen, implementatie en verbeteren van contracten, want wat je ervan geleerd hebt, moet je dus ook kunnen toepassen. Het hele proces van zo'n aanbesteding, er staan nog meer onderdelen op, kun je rustig bekijken. Het hele proces is van aanbesteding tot gunning neemt bij ons 1,5 jaar in beslag. Dat komt omdat het een verplichte Europese aanbesteding is. Het is voor de gebruikers in onze rijkspanden. En eigenlijk ook komt dat we zoveel tijd nodig hebben omdat we het samen met de markt willen en moeten doen. Waar hebben we het dan over als we het over deze aanbesteding hebben? In dit geval, het gaat over 550 objecten. Met een totale vierkante meter aan BVO van 2,1 miljoen. Verdeeld in 19 geografische percelen met een looptijd van 5 jaar. En met de mogelijkheid om het nog 4 jaar te verlengen. Zo, dat is best hard werken, 20 seconden. Dan krijg je hier het feit hoe we het dan zitten. We beginnen natuurlijk met de standaard bestekken van 2009 tot 2019. Dat zijn eigenlijk een periode van 10 jaar. Waar we de ervaring mee hebben, dan krijgen we een verkennend marktgesprek. Dat was in oktober 2018 om te kijken wat men ervan vond. De gebruikersbijeenkomst, omdat de gebruikers dat natuurlijk, ja, daar doe je tenslotte voor. Een toetsteam, concurrentiegerichte en dan krijg je vervolgens nog de aanbesteding. Het thema van vandaag, professionaliteit, gaat met name over het doel van de projectmanager. Wat is het projectmanager, zijn doel? Hij wil het binnen tijd en budget opleveren. Wat is dan het probleem? Het opleveren van projecten naar de beheerfase. En het is niet de bedoeling om de projectmanager zwart te maken, maar dat even terzijde. Wat is het dan? De overdracht van projectfase naar beheerfase. Waarom is dat dan een probleem? Omdat er vaak geen tijd meer is om over te dragen. Het verzamelen van de overdrachtstukken is altijd lastig, want je hebt altijd met onderaannemers te maken. De projectmanager is vaak al met het volgende project bezig. En wat zou dan een oplossing zijn? WIIFM, oftewel What's in it for me? En dan komt deze binnenknallen, want het feest kan beginnen. Zoals ik zei, nou, dit zijn wat voorbeelden die we daarmee herkenbaar moeten kunnen zijn. En ik hoop dat, ja, dat dit het eigenlijk een aftrap kan geven aan de PEGA-COEGA. Dus dan zijn we nu. Dit is het laatste van de PEGA-COEGA. Dus hebben we het dus afgerond. Het feest kan beginnen, de ronde tafelmeeting kan beginnen. Tenzij er nog hele dringende vragen zijn, dan kan ik die nog even beantwoorden. En zoals Pippi al zei, dit is echt iets wat je... wat ik voor het eerst doe. En het is best even doorpraten, zeg maar. Je bent wel met 3 minuten klaar. Dat dan weer wel. Oké. Ik stel voor dat we de
De poll. Ik wilde eerst even de eerste poll, om even te kijken van wie zijn er aanwezig. Waarin we eigenlijk even kijken van welke vertegenwoordigers van de opdrachtgever en welke vertegenwoordigers... Oh nee, toch niet. Nou goed, dan gaan we eerst deze doen. Goed. Zoals jullie zien staat de code bovenaan, 76-29-58-08. Wat is de grootste oorzaak waardoor de overdracht van realisatie naar beheer onvoldoende gebeurt? En daar hebben we een aantal mogelijkheden voor: tijd, projectleider realisatie, geld, contractmanager beheer onderhoud of anders. Als jullie een keuze willen maken, dan zien we direct de resultaten daarvan. Nou, dat is echt heel leuk zo verdeeld het is. Want dat geeft natuurlijk wel de mogelijkheid tot dialoog. Wie mag ik uitnodigen die tijd heeft ingevuld? Om daar een toelichting op te geven op die keuze. Ronald, er zijn er nog 10 die moeten antwoorden. Ja, maar dat komt. Dat loopt. Oké, sorry. Mag ik iemand uitnodigen die tijd heeft ingevuld om een toelichting te geven waarom hij of zij heeft gekozen voor tijd? Een handje graag of even de microfoon aanzetten. Oké, nou dan kiezen we voor projectleider realisatie. Wie mag ik uitnodigen daarvoor om een toelichting te geven waarom hij deze keuze heeft gemaakt? Well, dan wil ik wel, Ronald. Ik heb het aangegeven. Ik ben zelf altijd projectmanager geweest. En het is de input en de output die je tijdens projecten realiseert, is vaak belangrijk voor een goede overdracht naar het beheer te krijgen. Dat de projectleider realisatie een cruciale rol heeft in dit gremium, is mijn mening. Oké, okay. Heeft die persoon dan ook de meeste invloed daarop? Ja, in mijn beleving wel, omdat het vaak geen vast omkaderd gebeuren is vanuit de bestekstukken. Daar zijn geen randvoorwaarden vaak vermeld. En dan is het toch de input van de projectleider voor realisatie naar de overdracht naar de serviceorganisatie en naar de klant toe. Dat het vaak is van ja, afhankelijk wat de kwaliteit van het product wordt vaak door de projectleider of het projectteam van de uitvoeringsfase wordt dat vaak bepaald. Ja, okay. Dat is mijn mening. Ja, ja, duidelijk. Is er nog iemand anders die iets aan toe wil voegen vanuit het projectleidersrealisatie oogpunt? Oké. Okay. Leon Krijs, ik zal. Sorry. Ik wil wel even een reactie geven. Wat ik uit de praktijk ervaar is dat de projectleider een compleet ander belang heeft bij dit verhaal als beheer en onderhoud. Dus de projectleider die maakt zijn project af, die haalt zijn maximale resultaat binnen en alle andere activiteiten die erbij komen, ja, daar is hij eigenlijk niet mee gebaat. Tenzij het echt onlosmakelijk onderdeel uit zou maken van het project, maar die ben ik nog nooit tegengekomen. Sluit ik me graag aan. Betekent dan dat hij daar niet op afgerekend wordt als dat niet lukt? Precies. Dat is de praktijk dat hij daar helemaal geen belang bij heeft. Hij wil zo snel mogelijk maken dat hij wegkomt en het maximale resultaat van zijn project binnenboeken. En niet wetende dat daar nog 10 jaar onderhoud aan vastzit. Oké. Okay. Duidelijk. Er is ook een flink percentage anders. Wie mag ik uitnodigen om... Ik zie dat een aantal mensen ook een hand hebben opgestoken. Oh ja, sorry. Ik begin even bij mij wat bovenaan staat. Gert? Ja, namens Gert Broekman.
Ik heb in alle facetten van de technische functie binnen organisaties gewerkt. Onderhoud, projectmanagement, vastgoedbeheer, ook productie. Dus ik ken het totale spectrum. Ik sluit me aan bij wat de vorige spreker heeft gezegd ten aanzien van projectleiderrealisatie. Dat is een key speler, maar nog veel belangrijker is wat de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf wel weet wat hij wil. Hij of zij, laten we dat vooropstellen. Dat hij of zij wel precies weet wat hij wil. En dat hij inziet dat onderhoud begint bij het idee en steeds verder vorm krijgt op de tekentafel tijdens realisatie. En dat de onderhoudsafdeling, of in ieder geval een onderhoudsspecialist, meepraat en mee aan tafel zit bij het totale project. Want dat is degene die van meet af aan vinger aan de pols kan houden als we het hebben over het samenstellen van de documentatie die de onderhoudsorganisatie nodig heeft voor het goed inrichten van het onderhoud. Oké, dus ik wil dan nog even één ding aan toevoegen als mag. Bij de eerste fase, dus de projectfase, en dan praten we misschien over 1 tot 2 jaar en in sommige gevallen wat langer, wordt voor 80% de onderhoudsinspanning en de onderhoudskosten bepaald, waarna we in de 10 tot 15 jaar of 20 jaar, zolang als het asset meegaat, we maar 20% invloed hebben op die kosten. Dus het meepraten van onderhoud aan het begin. Nee, maar dat is een ander onderwerp. Het is even een ander onderwerp, want we moeten ons echt bij het onderwerp houden, want anders komt het echt niet goed. Heb jij anders ingevuld of heb jij ook voor projectleider ingevuld? Nee, anders. Anders. Maar wat was dan anders? Nou, juist dat je onderhoud direct aan tafel moet hebben en dat het niet alleen maar bij de projectleider ligt. Oké, dus dat is het punt. Ja. Dus op het moment als de realisatie begint, stel je er zo iemand van onderhoud al aan tafel moeten zijn om al op dat moment ervoor te zorgen dat de overdracht plaatsvindt. Sterker nog, daarvoor al, omdat je namelijk een programma van eisen moet maken wat tot realisatie moet leiden. En daar moet directie realiseren dat onderhoud daar al aan tafel moet zitten. Ja, duidelijk. Geld. Ik zou iemand die geld heeft De heer Van der Velde heeft ook zijn hand opgestoken. Jan. Ja, ik ga helemaal met je mee, Gert. Maar wat ik net ook nog hoor. Kijk, en bij een universiteit zijn we bouwer, eigenaar, gebruiker. En ik hoor dan ook nog een verschillend belang tussen een projectleider en onderhoud. Nou, wat mij betreft hebben we hier maar één soort belang en dat is het belang van de universiteit. En wat mij betreft zit daar ook de crux en dat we inderdaad die integraliteit veel meer moeten benadrukken. En ik denk dat daar een heel groot winstpunt in zit als we dat eens met z'n allen gaan benadrukken. Dat we dat een project wel een ander ritme heeft, maar dat onderhoud en projecten dat die hetzelfde belang hebben. En dat is het belang voor nu een goed project op te leveren, maar ook nog over 20 jaar niet onnodig veel kosten maken. Dus meer als aanvulling op de vorige sprekers. Ja, okay, ik heb dus ook een ander ritme. Jij zegt duidelijk van er zal van begin af aan een gemeenschappelijk belang moeten zijn om de continuïteit en ook in de keten te waarborgen. Ja, om wel overwogen keuzes te maken. Kijk, ik heb geen onderhoudsbelang. Ik weet alleen wat onderhoud gaat kosten, maar die keuze moet gemaakt worden en kunnen worden. Okay. Maar dat het goed opgeleverd wordt, moet net zo goed het belang van de projectleider zijn als dat wij dat van onderhoud ook hebben. Want de VU in mijn geval moet daar spekkoper zijn aan het eind van de rit. Oké. Okay. Ja, ik wil toch even iemand uitnodigen voor tijd, voor geld. Wie heeft geld aangegeven als belangrijkste punt? Dat was ik. Ja. Ja, kijk, het draait allemaal om de centen, zeg ik dan altijd maar. Ik bedoel, recent weer een heel mooi voorbeeld meegemaakt waarin we wel aan tafel zaten als adviseur onderhoud bij een grote nieuwbouw. Uiteindelijk worden er toch beslissingen genomen die niet, ik zal maar zeggen, toekomstgericht zijn, maar korte termijn geldkwesties. En dan wordt er onder druk van de oplevering toch dingen gedaan. En dan zie je toch dat er, ik zal maar zeggen, zaken gebeuren op basis van geld. En er zijn maar weinig opdrachtgevers die geld niet belangrijk vinden, want alles vertaalt zich zowel tijd als de inzet van anderen eigenlijk altijd weer in de centen. En daar moeten we ons wel bewust van zijn. Ik bedoel, als we het niet kunnen kwantificeren, hebben we als onderhoud weinig in te brengen, zeg ik altijd. Oké, ja, duidelijk.
Ja, ik wil toch nog iemand uitnodigen bij anders. Want er zijn misschien onderwerpen die we hier niet hebben benoemd, maar die wel belangrijk zijn. Wie mag daarvoor? Ik zie een handje. Ja. Ja, Roald. Ik sluit me eigenlijk wel aan bij een aantal dingen die al gezegd zijn. Maar het probleem in deze is een beetje dat, dat alle aspecten natuurlijk aan de orde komen. Ik vind dat sowieso begint bij beheer en onderhoud te betrekken bij de voorkant van het project. Hè, om ook naar het ontwerp mee te kijken. Maar helaas, de ervaring leert dat gedurende het project toch ook de aspecten tijd en geld een rol gaan spelen. En je van tevoren nog zo mooie dingen hebt kunnen afspreken met elkaar. Helaas zorgen tijd en geld er soms voor dat het uiteindelijk toch niet gerealiseerd wordt. Ja. Hey Ronald, klopt het nou dat ik één van de antwoorden mis? Hebben we eentje waar niemand op geantwoord heeft? Want ik kan dat niet meer zien natuurlijk op het moment niet meten. Dat zou best wel kunnen, ja. En welke is dat dan? Want volgens mij waren er vier en dan contract, anders dan vijf. Beheer en onderhoud is dat, Cor. Contractmanager beheer en onderhoud. Oh, die is niet belangrijk ervoor. Oh, dat is interessant. Nee, okay. De belangrijkste oorzaak is de vraag, hè? Dus niet de belangrijkheid is hier niet aangestipt. Maar die zien we dus hier aan tafel niet als oorzakelijkheid van, van de overdracht. Nee, dat klopt. Dat klopt dat die er niet ingevuld is, ja. Oké. Okay. Goed. Wie mag ik toch nog? Heeft iemand nog iets wat we nog niet hebben uitgesproken en wat toch wel van belang is? Want ik vind 27% voor anders vind ik toch wel groot. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat dan andere elementen zijn. Ook zijn ze misschien wat kleiner, maar wat andere elementen kunnen zijn die invloed hebben op die overdracht. Ja, ik had ook anders ingevuld, Ronald. In mijn presentatie had ik ook netjes de kreet WIIFM, What's in it for me? Eigenlijk zouden we iets moeten kunnen creëren dat die projectleider ook baat erbij heeft, dat hij ook dat kan doen. En ik zat zelf een beetje hard op te denken, misschien is het wel zo dat het eigenlijk helemaal niet verkeerd zou zijn als iemand van onderhoud het laatste stukje de projectleider assisteert om de spullen te verzamelen. Daar is tenslotte, zijn ze beide van, hebben beide daar profijt van, die projectleider, omdat het minder tijd kost. En de beheerkant heeft er ook profijt van, want die krijgt dan meer of eerder wat ze willen hebben. Ja, dan krijg je eigenlijk een beetje die oude toezicht, die opzichtersrol. Hè? Want die opzichter in het verleden, die vervulde een beetje die rol. Hè? Die zorgde ervoor dat al die revisie wel op tijd op orde was of zo. Ja. Maar alles wat we vroeger hadden is nog niet verkeerd, Ronald. Oké. Okay. Nou, dan ik denk dat Roel had daar nog een antwoord op, denk ik. Die steekt zijn hand op. Oké. Okay. Ik weet niet of ik een antwoord heb, maar wat helpt is om... we hebben best veel tijd en energie gestoken om samen met projecten te komen tot een overdrachtslijst. En om aan de voorkant al met die projectleider aan tafel te gaan zitten en te zeggen, joh, voor dit project zijn die en die aspecten voor ons van belang. Zorg nou dat je dat bij elkaar verzamelt. Hou daar al vroegtijdig in je project rekening mee dat je dat ook bij de aanbieders neerlegt. Dat maakt het wel al ietsje makkelijker aan de achterkant, omdat je er aan de voorkant al samen over hebt gesproken en over hebt nagedacht. Oké. Okay. Ja, nou prima. Ik denk dat we zo wel alles hebben gezegd hierover. Dan wil ik eigenlijk... Ik zie dat Aart zijn hand nog heeft opgestoken. Oké. Ja, ik zie dat allemaal niet, maar dat zal wel aan mijn beeld liggen of zo. Ja, ik zie dat mijn beeld... Moet je de deelnemers openzetten, Ronald? Dan kun je de handjes beter zien. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb het al gedaan. Mijn camera doet het geloof ik niet. Ben ik wel te horen? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, meneer van, even kijken, de vorige spreker die had het over een overdrachtslijst. En ik kan me wel voorstellen dat dat wel onder het puntje anders zou kunnen vallen. Dus dat het op papier meestal wel goed geregeld is. Dus dat er wel een overdrachtslijst is en ook verantwoordelijkheden zijn toebedeeld om de overdracht te realiseren. Maar wie bewaakt dat die lijst ook daadwerkelijk wordt opgevolgd? Dus er... En dus dat er tijd voor beschikbaar wordt gesteld en dat ook naar de kwaliteit wordt gekeken, naar die checklist.
Valt dat niet onder anders? Ja, ja dat is een goed item. Oh, hier ben ik. Ja. Ja. Wie wil daarop reageren? Op dit punt? Ja? Marcus? Ja, ik ben wat later aangehaakt, maar ja, wat mij met name te binnen schiet, ja, als je kijkt naar je totale asset management proces, dus is het natuurlijk uiteindelijk belangrijk om kijkend naar het proces de juiste taken, rollen, bevoegdheden te koppelen aan de personen die betrokken zijn bij dat specifieke procesonderdeel. En dat levert uiteindelijk iets in de vorm van een RASCI of iets dergelijks op. En daar kun je natuurlijk ook weer van alles en nog wat aan voorwaardelijke documentatie aan vasthangen. Maar daar begint het volgens mij ook grotendeels mee, om dat goed in te richten. Dus kijkend naar je totale proces, de verschillende processtappen en de daarbij behorende taken, rollen, bevoegdheden van de verschillende personen. Inclusief dan de informatie die nodig is om ook datgene wat er moet gebeuren goed af te kunnen vinken. Oké, duidelijk. Goed, ja, ik zie nog een Roel. Ja, ja, wij hebben in ieder geval zo ingericht dat we ook iemand hebben aangewezen die de commissioning doet. En dat is ook degene die lijst in de gaten houdt. Oké. Goed geregeld. En lost dat het probleem op? Ja, weet je, het zou al te mooi zijn om te zeggen dat we geen problemen hebben in de overdracht. Je kunt van alles verzinnen, maar er zijn toch altijd net dingen die van de kar afvallen. Je kunt alleen proberen om het zo goed mogelijk met elkaar te doen en het zo compleet mogelijk te krijgen. Ik denk dat het helaas een illusie is om te verwachten dat je alles 100% haalt. Dat is een hoop wat streven, maar dat lukt niet. Je hebt het in ieder geval wel vastgelegd, Roel. Ja. En misschien dat vastleggen dus een van de oorzaken is. Als we te weinig vastleggen, dan kunnen we het ook niet goed doen. Ja, de ervaring is ook, hè, dat we kunnen allemaal dit soort dingen met elkaar afspreken. Er zit altijd wel iemand ergens hoger in de boom die er op dat moment een reden voor heeft om dat niet te hoeven doen. Ja, en ook daar hebben wij ons allemaal bij neer te leggen. Oké. Ja, ik stel toch nog, ja, Gert? Ja, ik zou nog één ding willen toevoegen, is dat er werd net gesproken over het goed vastleggen van zaken. Wat voor een project killing is, is wanneer er gaandeweg de rit wijzigingen in een project worden doorgevoerd die niet goed gedocumenteerd worden en die niet gefiateerd worden door de opdrachtgever. Uit eigen ervaring spreek ik vanuit een groot bakkerijconcern, dat wijzigingen die werden aangegeven later, daar had men geen actieve herinneringen meer aan als het ging om de gevolgen voor het budget of voor het overschrijden van tijd. Vastleggen door de projectleider van de wijzigingen in het project en het goed documenteren daarvan wat de effecten zijn op tijd, budget en kwaliteit, is van cruciaal belang voor het welslagen van het project. Want of dat extra geld moet komen uit de post onvoorzien en daar moet dan ook afspraken over gemaakt worden. Of er moet extra geld vrijgemaakt worden. En wat er straks, ik ben uw naam even vergeten, maar meneer is adviseur van GBM als ik me goed herinner. U geeft aan, alles draait om geld en dat klopt ook. Maar dat neemt niet weg dat wij de opdrachtgever goed helder voor ogen moeten houden wat het effect is van het geld wat hij insteekt in een project. We kennen allemaal de verhouding 150-200 als het gaat om kosten. Binnen vastgoedontwikkeling, 1 miljoen investeren is 50 miljoen lifetime cycle onderhoudskosten. Als jij aan de voorkant juist investeert, heb je invloed op die 50 miljoen om dat kleiner te maken. Oké, duidelijk. Ja, oké, goed. Mark, jij hebt ook nog je hand opgestoken. Ja, dat is eigenlijk een beetje in het verlengde wat Gert net zegt. En dan bedoel ik niet, ik wist trouwens niet dat Rutte ook al projectmanager was, maar meer in de checklist die we maken met elkaar. Op het moment als je dus afwijkt van bestek. We hebben het zo afgesproken. Is dan toets je dat bij beheer. Hè? Dus inderdaad kunnen ze zich vinden in die afwijking ten opzichte van het bestek. Kom je daar niet uit. Dan heb je een issue te pakken. En dat issue moet altijd via directie moet het afgehandeld worden. Klinkt heel statisch. Maar in de praktijk werkt dat wel heel goed.
omdat je daarmee altijd het integrale beeld wel kan bewaken of probeert te bewaken. Maar eens inderdaad, wat je ziet is dat het is niet in het belang van de projectmanager om dan alles transparant te communiceren over de bestekswijzigingen die doorgevoerd worden in het belang van de voortgang van het project. Ja, en dan mis je dus inderdaad die cruciale informatie die in je beheerfase heel veel kosten en zorgen met zich mee kunnen brengen. Oké, duidelijk. Ik stel voor dat we nu overgaan naar de tweede presentatie. Dankjewel, Ronald. Even de mijn opstarten. Even kijken. Ja, zie je mijn presentatie? Ja. Heel goed. Goedendag. Ik presenteer vanuit de opdrachtgevers of opdrachtnemerszijde, mijn excuus. Opdrachtnemerszijde. Ik ben van Unica Building Service, onderdeel van Unica, technische dienstverlener, wel bekend. En de vraag is: hoe kan de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bevorderd worden? Even voorstellen, mijn naam is Roel van de Boogaard. Ik heb 35 jaar ervaring als projectmanager. Dus ik ben vanuit die invalshoek ben ik bij deze sessie aangesloten. Ik heb vooral veel ziekenhuizen gedaan. Katrien ziekenhuizen en Radboud zijn de projecten van de laatste 15 jaar. Daarvoor ook nog ziekenhuizen gedaan en kantoorgebouwen. Lexibus heb ik gedaan in Nederland. Schiphol misschien ooit Lexibus hier rijden. In Eindhoven rijden Lexibus rond. Dus ik heb een vrij divers spectrum wat betreft elektrotechnische installaties heb ik dan voornamelijk gedaan. En momenteel ben ik werkvoorbereide modificaties bij Unica, bij de universiteit in Eindhoven. Overdracht van projecten onderhoud. Ik heb dat schematisch zo weergegeven, omdat ik mijn ervaring is dat de projecten bij opdrachtgever en bij opdrachtnemer zijn dat vaak twee verschillende personen. Zowel van projecten als onderhoud. Dus zowel bij de opdrachtnemer als bij de opdrachtgever zijn dat twee verschillende trajecten. Dus, en daar zit de scheidslijn al van het onderhoud en beheer van installaties. Welke moeilijkheden heb ik ervaren erin? Dat de adviseurs opdrachtgevers vaak specialist zijn op onderhoud of op projecten, wat ik net gezegd heb. Informatie wordt vaak gedeeld, is ook vaak een dingetje van welke platforms worden gebruikt, welke programma's. Architect heeft vaak een format, de adviseurs hebben een format, de instructeurs of bouwkundigen hebben een format. Dat vind ik altijd wel een heel dingetje en daar begint het eigenlijk al mee. Omdat het daar niet altijd even lekker is, hoe hou je informatie vast tot het eind van de rit en hoe draag je dat over? Gaat vaak informatie verloren, is mijn ervaring. Vaak bij de opdrachtgever en opdrachtgever zijn geen integraal verantwoordelijken. Iedereen is een discipline. Ze zijn natuurlijk wel projectmanagers aangetrokken bij de opdrachtgever of opdrachtgever, maar uiteindelijk heeft iedereen toch zijn eigen vakgebied, wat hij natuurlijk het mooiste vindt. En dat kan bouwkundig zijn, dat kan werktuigkundig zijn, maar dat is toch vaak, generalisten zie je niet zo heel vaak. Geen eisen wat betreft oplevering en informatieoverdracht, daar kom ik daar heel even op terug. En wat ik vooral vind, is dat de informatie, het ontwerp, realisatie, onderhoud. Het ontwerp duurt vaak zeg maar 2/3 van het totale tijdsaspect. Als je de oplevering van de realisatie pakt, dus 2/3 is ontwerp, 1/3 is realisatie en dan gaat het onderhoud. En vaak zie ik dat er in de ontwerpfase heel veel informatie verloren gaat richting realisatie. En je vaak niet gedachtegoed weet van de ontwerpende partij als uitvoerende. Dan de verschillende expertises, iedere bouwkundig, elektrotechniek en werkbouw. En wat mijn ervaring is dat vaak bij de op onderhoudsgebied, beheersgebied, werktuigbouw en de elektrotechniek voldoende en goed expertise aanwezig is op onderhoudsgebied. Ik merk wel dat de bouwkundigen vaak daar nog achterlopen. Die zijn minder behept in het onderhoud van gebouwen. Ik chargeer nog eventjes, maar ik heb als uitspraak gehoord van ja, wij zijn als bouwkundigen gewend om de deur dicht te trekken en in principe niet meer terug te komen. Daar kan ik ook iemand over vertellen. Dan chargeer even heel zwart-wit, maar het is wel zo dat de bouwkundigen minder op het onderhoudsgebied gefocust zijn als installateurs over het algemeen. Dan diverse contractvormingen. Nou, we kennen ze allemaal, de UAV, UWGC, diverse contractvormen. Ik heb wat ik vaak zie in bestekstukken, die vooral de UAV bestekstukken. Er staat vaak alleen maar een paar zinsneden over 12 maanden garantie en onderhoud. En dat was het dan. En eigenlijk zou die pagina van als je zegt van wat was een verbetering,
zou je eigenlijk zeggen van wat eigenlijk moet dat hoofdstuk eigenlijk veel beter uitgediept worden wat je als opdrachtgever graag wil hebben. Als het opgeleverd wordt, wat verwacht je eigenlijk allemaal? Vaak zijn het hele korte zinnen van 12 maanden garantie onderhoudstermijn. Ja, wat mijn ervaring is met design, beeld en meteen dan heb je het vaak wel beter in de klauw. Want ja, je moet als opdrachtnemer, heb je de verplichting om 10, 15, 20 jaar het gebouw met alles erop en eraan te onderhouden. En dan heb je het vaak al veel beter voor elkaar. Dan ga je in het ontwerp, dan ga je al nadenken, hoe ga ik de komende 20 jaar het gebouw of de installaties of wat er wat bij hoort, hoe ga je dat onderhouden? Dus dat is mijn wel ervaring dat dat wel een positief effect heeft na de realisatiefase. En dan hebben we nog was het doel van de opdrachtgever. Je hebt de total cost ownership of life cycling cost versus risico budget. Ja, eigenlijk een bekend verhaal dit eigenlijk. En dat was eigenlijk mijn presentatie. Hè. We hebben nu denk ik de poll. Zijn er vragen richting mij? Nou, ik stel voor dat in de poll wel. Dankjewel. Zou die vorige dia misschien nog even terug kunnen, want die was al heel snel weg. Even kijken. Deze. Ja. Nou ja, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Dan stel ik voor dat we de poll even inzetten. Maintenance dient meegenomen te worden tijdens design, beeld en traject. Maar wat zijn de keuzes? Ja, oké, het beweegt nog steeds een beetje. Wie mag ik vragen om iets toe te lichten op een separate opdracht? Waarom hij daarvoor gekozen heeft? Ja, ik heb dat gedaan. Oké, en waarom? Ik denk dat je als maintenance zijnde, even kijken hoor, ben ik er weer. Als maintenance zijnde kun je inderdaad wel meegenomen worden. Maar pas op dat je niet onderdeel wordt van het hele verantwoordelijkheid van design en beeld. Dus ik denk dat het goed is dat je meeloopt. Maar dat je daarbij je eigen belang als maintenance meeneemt. En ervoor zorgt dat je weet wat je straks aan het eind van het project gaat krijgen. Dus daarom zeg ik gewoon even separate opdracht. We moeten niet op de stoel van de projectleider gaan zitten, lijkt mij. Ja. Je denkt dat je dan meer invloed kan uitoefenen? Nou, het is jouw verantwoordelijkheid niet. Dus ik denk dat het een beetje getuigt van overschatting. Dat je zegt van ik wil precies gaan bepalen wat er gaat gebeuren. Nee, maar jij zoveel invloed wil ik niet hebben. Dat weet ik dan toevallig vanuit de adviseur. Dus jij zou de opdrachtgever adviseren om dat separaat te regelen? Ik zou als maintenance mee willen lopen met een design- en beeldtraject. Ja, dat klopt. Ja. En dat kun je gewoon apart als een aparte opdracht beschouwen. Dus ja hoor. Oké. En er zijn er ook een hoop die hebben gezegd ja, want het onderhoud. Want dan is het onderhoud geregeld. Wie mag ik uitnodigen om op het blauwe vlak wat... Ja, Jan? Ja, ik ben er wel voor om dat de direct in mee te nemen. En het is niet omdat je als onderhoud ook heel veel invloed wil hebben in het hele project. Dat moet het project allemaal zelf weten. Maar ik hoop wel dat je dezelfde prestaties voor ogen hebt die geleverd moeten worden. En als je dat ook in het design en beeld meeneemt, dan kun je ook opleveren met dezelfde prestaties.
En ik denk ook als je beslissingen moet nemen om te bezuinigen of dingen anders te doen, dat je dan ook een weloverwogen besluit kunt nemen, ook in de projectfase. Dus ook dat vind ik gewoon een integraal onderdeel waar de hele keten naar moet kijken. En vandaar dat ik dus voor deze optie gekozen heb. Oké, duidelijk. Wie heeft anders in, wie heeft wat anders? Ja, ik heb eigenlijk, volgens mij heb ik geantwoord ja, want dan is onderhoud geregeld. Maar ik bedoelde eigenlijk ja anders. Waarom? Eigenlijk als opdrachtgever, als je in de aanbestedingsfase dit kan wegregelen, om het zo maar te zeggen, heb je meteen ook daar de concurrentiebeding onderling te pakken. Okay. Dus dan ben je in mijn beleving daarmee goedkoper. En wat mij opvalt, is dat niemand hier nee zegt. Terwijl we dat toch in alle projecten die we overal zien, juist wel tegenkomen. Dat het onderhoud juist niet meegenomen is. Dat vind ik wel apart. Ja, oké. Okay. Gert? Ja, ik heb anders geantwoord omdat het een combinatie is van meerdere zaken. Enerzijds heb je een grotere kans dat onderhoud dan sneller ingeregeld is. Anderzijds, zeker ook een separate opdracht, want je moet je eigen verantwoordelijkheid in acht nemen. Maar je kunt als onderhoudsman ook juist de ervaringen uit het verleden meenemen om een stukje advies bij design en beeld neer te leggen. Van jongens, hou rekening mee met. Dus het is wat meer dan alleen maar het een dan wel het ander. Dus daarom, het is voor mij meer een combinatie van meerdere factoren. Om juist de ervaring vanuit onderhoud mee te nemen. Hè, dus een stukje early equipment engineering. Of early equipment maintenance, als je het zo wil noemen, om dat mee te nemen in je project. Maar wel, uiteindelijk, het gaat ook om datgene wat Jan gezegd heeft. Het belang van de opdrachtgever staat uiteindelijk voorop. Want daar doen we het met z'n allen voor. Oké. Okay. Roel? Ja, ik heb anders gekozen om dat voor mij niet per se in een separate opdracht moet. Alleen het ja, want dan is het onderhoud geregeld. Ja. Dat is wat je daar zelf mee wil. Ik hoorde Jan en ik begrijp dat. Ik begrijp dat ook wel. Ik denk dat de onderbouwing van Jan, dat ik daar enerzijds wel bij aansluit, maar ik zie daar iets anders. En dat is als je een beetje pech hebt en je hebt best veel projecten en gebouwen, dat je dan voor je het weet heb je een weerwar aan leveranciers rondlopen. Kijk, als je nu veel van die projecten bij een beetje bij een select clubje terechtkomen. Maar stel je, je hebt 10 projecten en daar zitten alle 10 een andere leverancier op. En je zou dan ook bij die leverancier gelijk het onderhoud afsluiten voor de komende jaren. Ja, dan heb je in mijn ogen op een gegeven moment wel met heel veel leveranciers te maken. En dat is waarom ik voor jou anders koos. Oké, een heel goed punt, denk ik. Ja. Ja, goed punt. Mark? Ja, je bekijkt hem eigenlijk inderdaad meer vanuit die ontwerphoek. Hè? Die total cost of ownership. Je moet allereerst al weten wat je wil. Als opdrachtgever moet je weten wat je wil gaan bestellen. En dus hetzelfde als dat je bol.com of waar dan ook iets uitzoekt. Je moet eerst nadenken over wat je wil. En bij nieuwbouw is natuurlijk de vormfactoren zijn ontzettend belangrijk in. Ja, uiteindelijk ook de onderhoudscomponent die het oplevert. Als ook je hoogte van je plafonds, et cetera, et cetera. Ik vind het van belang, ik zou het eigenlijk als je uit die onderhoudsfase, als onderhoudsman al gelijk mee gaat lopen tijdens het ontwerp, volgens mij ben je dan vervelend, misschien wel ook wat tot last. Hè. Dus ik denk dat je meer in dat technisch handboek gewoon moet vastleggen wat je wil, hè, wat je voorwaarden zijn om uiteindelijk ook een goed gebouw te hebben. Hè, waarbij dus inderdaad die vormfactoren, hoogteplafonds, ruimte van je tussen je plafonds, maar ook gewoon best practices, dat die in dat handboek verwerkt zijn. En dat op het moment dat als dat voorlopig ontwerper is, dat je eerste toetsmoment is om te kijken, krijg je nou ook wat je bedacht hebt. Hè, dus voldoet dat aan dat technisch bestek. Dat is het punt. Maar dan wil ik wel eens graag horen ook van de opdrachtnemers. Want die hebben regelmatig te maken bij opdrachtgevers van die handboeken. Hè, van 120 pagina's en dergelijke. Hoe ze daarmee omgaan. Is dat ook werkzaam voor hen? Is er iemand van de opdrachtnemers die daarop wil reageren? Misschien begrijp ik je vraag niet helemaal, Ronald.
Nou, wat er vaak gebeurt, is dat opdrachtgevers op een gegeven moment handboeken maken. Mm-hmm. Waarin zij vrij uitvoerig beschrijven van wat zij wensen. Ja, dat ligt eraan over wat voor opdrachtgever en wat voor omvangend je het hebt. Want stel je hebt een heel universiteitscampus, hè, wat we bijvoorbeeld in Eindhoven hebben. En elk gebouw heeft zijn eigen handboek, ook voor het onderhoud. Dat is wel heel ingewikkeld om dat op die specifieke eisen na te blijven leven. En daarom, je hebt die dynamiek tussen van, wil je het nou wel in zo'n design- en beeldtraject meenemen, het onderhoud, waardoor je inderdaad naar meerdere opdrachtnemers komt te zitten als opdrachtgever. Maar je hebt ook de dynamiek als elk project op een andere manier gemaakt wordt in het handboek en dat weer opgeleverd wordt door een andere opdrachtnemer. Hè? En die wordt overgeheveld naar ons weer als onderhoudende partij. Ja, dan kom je toch weer bij weet ik hoeveel verschillende handboeken uit. En de kans dat je dus niet helemaal het handboek naleeft, is best wel groot. Ja, maar waar ik vooral op doelde was met name het handboek wat je richting de adviseur meegeeft. Hè, die dat ontwerp uitwerkt, wat vervolgens leidt tot een bestek wat aanbesteed wordt. Misschien heb ik hem wel verkeerd geconcludeerd door Ronald, maar er staat natuurlijk maintenance wat meegenomen dient te worden tijdens het design en beeld traject. Hè, dus even loskoppelen van design, beeld en maintain traject. Hè, dat nog even loskoppelen is, maar meer de vraag van goh, neem je onderhoud de onderhoudsmensen al mee tijdens dat ontwerp en uitvoeringstraject. Ja, maar dat kan ook een onderwerp zijn wat jij, als je daarop wil reageren, vind ik prima. Ja, nou, ik denk inderdaad dat wat ik eigenlijk net al zei, is dat je gewoon moet kijken, is dat de juiste mensen in de juiste positie worden geholpen. Hè, dus in het ontwerptraject, maar veel beter nog bij initiatief. Hè, dus dat je gewoon financieel nadenkt over je total cost of ownership en dan je maintain deel al meeneemt. En dat inderdaad eigenlijk in die voortgang van die fases blijft bewaken of dat je eraan voldoet. Okay. En bij ons noemen ze dat vroeger altijd, op een gegeven moment krijg je het definitief ontwerp en daarna komt het BO, het bezuinigingsontwerp. Maar ja, ik zie wel als voordeel dat bijvoorbeeld circulariteit en modulariteit nu eigenlijk richting de onderhoudsmensen wel weer een wissel kan geven in positieve zin. Hè? Dus dat we veel meer na gaan denken in plaats van die lineaire afschrijving ook naar een andere vorm van afschrijving. Ja. En dan wordt het voor de financiële mensen ook in één keer lastiger, waardoor wij misschien als onderhoud toch een wat dikkere vinger ook in de pap kunnen gaan krijgen. Ik heb in de presentatie heb ik ook gelezen dat er te weinig aandacht wordt besteed in het bestek en in de UAV over en UAVGC over die overdracht en de onderhoudstermijn. Kan ik een opdrachtgever eens uitnodigen om hierop te reageren? Jan? Sorry, ik wou nog even op het vorige reageren. Daarom had ik mijn hand nog omhoog gestoken, Ronald. Maar dat was namelijk nog even op Mark ook. Dat je, als je al van tevoren meepraat, ook als onderhoud. Wat in de praktijk inderdaad wel vaak voorkomt, dat je dan als vervelend gezien wordt. Maar als je meepraat, moet je ook niet voor je eigen belang staan. Maar wederom voor het integrale belang. De consequenties meegeven wat het doet in het onderhoud, zodat er een weloverwogen keus gemaakt kan worden. En volgens mij gaat het daarom dat je ook als of je nou in het project zit of van onderhoud bent, dat je het gezamenlijk belang in ogenschouw neemt en vanuit jouw competenties de consequenties aangeeft en dat daar een afweging in genomen kan worden. Oké. Heb je nog een antwoord op mijn vraag? Wat was jouw vraag, Ronald? Sorry. Dat ging over de constatering in de presentatie dat er te weinig aandacht in de UAV-GC wordt gehecht aan de onderhoudstermijn en alles wat daarmee samenhangt. Ik vind het er sowieso, dat daar veel te weinig aandacht voor is. En ik ben ook heel erg van de prestatiecontracten en ook van de wat langere contracten die je afsluit voor onderhoud, om daarbij ook de opdrachtnemer te stimuleren om
te investeren aan de voorkant. En als je dan ook een prestatiecontract afsluit, dat zij ook rode cijfers in de eerste 2 jaar durven schrijven of in de maintenance wat meer durven te investeren, waardoor je aan het eind van de rit minder storingen hebt, waardoor zij ook het geld weer terugverdienen. En ik denk dat we dan uiteindelijk ook een gezamenlijk belang hebben. Zij willen minder storingen om daar het geld mee terug te verdienen wat ze geïnvesteerd hebben. Als wij minder storingen hebben, is onze gebruiker ook extra tevreden. Goed. Gert? Ja, wat ik daar eigenlijk nog wel aan toe zou willen voegen is, we hebben het gehad, jouw vraag was ook over de bestekken en wat het invloed daarvan is. Maar we proberen hier één onderwerp te pakken en we praten vanuit verschillende omvang van organisaties. Als ik kijk naar Jan, de universiteit, het is een heel grote organisatie, heel veel panden. Bij mijn vorige werkgever exact hetzelfde. Groot terrein waar ik verantwoordelijk was voor veel gebouwen. Heeft een totaal andere dynamiek dan een organisatie die maar één pand heeft en een kleine technische dienst. Er zijn vaak geen handboeken. Daarnaast, in de handboeken wordt vaak een bepaalde techniek beschreven. En als je daar koet aan vast wil houden, dan blokkeer je de invoer van nieuwe technieken. Waar de inbreng van de onderhoudsdienst primair zou moeten zijn, is de onderhoudbaarheid van het ontwerp. Oftewel, kan ik erbij komen? Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Er werd een warmtewisselaar ergens tussen gefrommeld. En als ik een klep zou willen vervangen, moest dat hele ding gedemonteerd worden. Nou, in een cleanroom ben je dan niet blij als dat gebeurt. Dus dat is eigenlijk veel meer de inbreng van de onderhoudsclub. Hoe is de onderhoudbaarheid van hetgeen dat gebouwd wordt? Nieuwe technieken zul je altijd in moeten brengen. En natuurlijk ook je installed base ten opzichte van je voorraad. Oké, ja, duidelijk punt. Damon? Ja, hoi Damon. Wat ik vaak zie in die trajecten is dat garantie, want dat noemde degene die de laatste presentatie gaf ook, dat die afspraken over garantie wat duidelijker of beter vastgelegd moeten worden. En ook langer, 1 jaar of 6 maanden, dat zien we vaak bij onderhoud, maar ook bij oplevering, is vrij kort. 1 jaar is ook vrij kort. En als die periode langer is, ook al is het een design- en beeldtraject, dan heb je in ieder geval meer zekerheid op aanspraak van garantie als er gewoon fouten zijn gemaakt tijdens de bouw of de realisatie. En niet alleen fouten qua constructie, maar ook fouten qua materiaalkeuzes en toepassingen wat we in de praktijk willen zien bij systemen. Oké, ja, duidelijk. Gert? Ja, ik zou nog één opmerking willen maken, even niet direct over de stelling die hier staat. Maar Philips heeft een concept dat ze licht verkopen in plaats van armaturen. Dat zou de opdrachtgever een heel stuk helpen als het gaat over het efficiënt onderhouden en het energiezuinig ontwerpen van installaties. Ik koop licht in plaats van een installatie. Dat is een gedachtegang die ik ook even zou willen poneren hier. Duidelijk. Jan? Ja, ook nog even in aanvulling op Gert. Ik ben het helemaal met je eens. En inderdaad wat je zei over het onderhoudbaarheid, dat moet je inderdaad ook bekijken van het onderhoud. Maar ook het niveau van onderhoud moet je bekijken. En wat je net zegt sluit er wel op aan. Dus dat je wilt licht leveren aan je gebruiker en niet een TL-lamp. En dat geldt, vind ik, voor meerdere zaken. En verstand hebben van onderhoud, dat vind ik ook, dat heeft niet zo eens te maken met ook veel verstand van techniek hebben. Maar snappen wat je gebruiker vraagt. En je hebt een ander niveau van onderhoud wat je uitvraagt bij een kantoor als bij een ML3-lab. En ik vind dat je dat ook moet kunnen beschrijven als onderhoudspartij. En hoe dat dan onderhouden wordt, dat ligt inderdaad bij de partij die het gaat onderhouden. Die moet dat weer kunnen vertalen in een onderhoudsconcept. Maar primair wat je moet doen, denk ik, als onderhoudsafdeling. Dan moet je weten, inderdaad, kun je ergens bij, maar ook welke dienstverlening vraagt mijn gebruiker van me en wat is daarvoor nodig? Oké,
Nee, duidelijk. Wat ik me wel afvraag is dat op het moment als we het hebben over die soort constructies en we hebben het over overdracht, hè, want daar hebben we het vandaag over, dan wat mij wel opvalt is dat als we het hebben over overdragen van informatie, hè, er zijn partijen die zijn verplicht om na een aantal jaren weer een nieuwe aanbesteding te organiseren, dat het een heel moeizaam proces is om die kennis over de installaties bij die opdrachtgever even te krijgen, waardoor die in staat is om een aanbesteding te organiseren. En dan kom ik weer terug op de vraag en de sessie van vandaag. Hoe regelen we dat dan? Damon? Ja, dat klopt. Dat is een heel goed punt. Wat je ziet is bij nieuwe aanbesteding of heraanbestedingen dat een enorme inspanning gedaan moet worden om weer tot een inventarisatie te komen of wat dan ook. En ja, daar gaat het in heel veel trajecten gaat het fout, omdat het proces, zeg maar, iemand heeft een keer asset management geroepen, maar dat je de opdracht, ja, de vraag is even wie dat doet, maar dat ergens in een asset management systeem, of het nou een FMIS is of een OBS of wat dan ook, dat daar centraal in gewerkt wordt en dat daar onafhankelijk van een leverancier continuïteit in zit. Dus dat als de opdrachtgever besluit een nieuwe aanbesteding te doen, dat als die documentatie allemaal op orde is, dat het ook actueel gehouden wordt, die hele installbase met alle belangrijke info, zoals storingen, preventief onderhoud, et cetera, documentatie, dat continu door blijft gaan, onafhankelijk van de onderaan, of van de leverancier, dus van de opdrachtnemer. Oké, goed. Ik stel voor dat we overgaan naar de derde presentatie. Hij staat even te hikken. Misschien kan de vorige eigenaar even de presentatie, die vorige presentatie stoppen. Mijn scherm blijft vaststaan. Anders neemt Fiona jouw presentatie over en dan... Kan ook, geen probleem. Maar ik zie hem dus zelf niet. Ik zie nog de laatste sheet van de vorige presentatie in mijn beeld. Ik ga hem opstarten. Ik weet niet of de anderen hem zien, maar... Nee, ik zie nog niks, Koert. Nee, ik zie nog de vorige presentatie staan. Ja, bij jou is het echt geblokkeerd, denk ik. Ik zie nu weer mijn presentatie wel langskomen. Oké. Okay. Ja. Is die? Mijn naam is Koert Muldijk. Ik benader het vanuit de adviseurkant. Ik heb tot nu toe eigenlijk merendeel geluisterd en ik hoor een heleboel... Je geluid valt weg. Hop. Nu is de presentatie ook weg. Ik heb de presentatie even weggehaald omdat Koert de laptop duidelijk is vastgelopen. Misschien kunnen we even wachten tot hij er weer is. Ja, het blijft techniek, hè? Het blijft techniek, Ronald. Ja, nee, maar we gaan gewoon door. Ik heb gezien in de reactie van Jos van Schie, wordt er ook wettelijke eisen met betrekking tot oplevering gedacht. Kan Jos dat even toelichten? Ja, dat kan ik wel.
Goedemorgen. Ik hoor heel veel storing op de lijn. Nou, nou gaat het goed, Jos. Oh, oké. Okay. Ik zie dat bij de oplevering, in ons geval hebben wij altijd te maken met raamcontractanten. Dus wij laten opleveren en dan is het eerste jaar garantie is een soort zwart gat waarin wij tussen garantie hangen en dat de onderhoudsafdeling het over gaat nemen. Maar dat jaar gebruiken wij om aan alle normen te voldoen. Dus bijvoorbeeld installaties te certificeren of opleveren documenten te krijgen. Dat krijgen wij niet voor elkaar. Daar komt nu een wettelijke regeling voor, Borg. En mijn vraag is, praten we daar hier ook over? Of is dat voor jullie een onbekend iets? Ik ken het niet. Mag ik een van de adviseurs uitnodigen om me toe te lichten wat Borg is? Volgens mij is het bij niemand bekend. Ja, wel, het is wel bekend, maar ik zit een beetje met verbazing te kijken alleen, of te luisteren eigenlijk. Van als je een project oplevert, dan zijn er bepaalde zaken geregeld en dat vind ik logisch. En ik weet niet waar Jos, misschien heeft hij een andere ervaring met een andere groep. Ik bedoel, kijk, wij zijn eigenaar van Rijkspanden, dus wij hebben dit soort dingen nooit, omdat we het al van tevoren geregeld hebben. En als je een kleinere organisatie hebt, waarbij dit niet zwart op wit staat, want je zegt het over een zwart gat nadat het geplaatst is, ja, dan zou je eigenlijk dat bij de opdracht moeten beginnen om het daar al te regelen. En dat is eigenlijk wat wij ervan uitgaan dat we al in die fase zitten. Als je daar nog niet bent, wat ik jou hoor zeggen, dan is zo'n wet, want dat is die wet borgen kwaliteit volgens mij, die waar je het over hebt, dat je nu verplicht bent om dat aan te tonen. Ja, dan helpt dat. En dat is met name denk ik voor kleinere partijen en kleinere opdrachtgevers zou dat heel, is dat een soort van... Okay. Hulp, omdat ze het anders niet weten. Dat is wat ik ervan begrijp. Maar ik kan ook helemaal mis zitten, hoor. Nee, maar oké. Okay, maar nee, ik denk, misschien is er iemand bij die inhoudelijk weet wat die nieuwe wet inhoudt. Dan gaan we toch over nu naar de presentatie. Lukt het jou om de presentatie te starten of zal ik hem starten? Even de microfoon. De microfoon staat nog uit. Ik viel er net er even helemaal uit. Dus ik ga het nog een keer proberen. Oké. Okay. Als het goed is, is die nu zichtbaar? Ja. Ja? Ja. Nou, mijn naam is Poort Meldijk. Vanuit de adviseurkant benader ik de vraag. Ik hoor net een heleboel dingen vanuit voornamelijk de projectkant en de overdracht na. Dus ik pak nu eigenlijk het stukje op als het bij de afdeling, ik zal maar zeggen, maintenance ligt, dus de onderhoudsclub. Hoe gaan we dan verder en wat hebben we nodig en wat gebeurt daar allemaal? Ik haakte een beetje aan op het stukje transparantie, wat ik in helemaal de eerste sheet van Arnold had gezien, hè, vanuit het NVDO. Dus wat is nodig om die transparantie te krijgen? Nou, mijn naam is Poort Meldijk, adviseur, veelal betrokken bij de grotere, ik zal maar zeggen, aanbestedingen van het onderhoud. Dus bij universiteiten, hogescholen. Maar ook, we hebben net wel energiebedrijven. Eigenlijk partijen die wat meer vastgoed in hun beheer hebben. Nou, ik stap door, stakeholders. Want dat is al een aantal keren benoemd. Hè. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in dat onderhoud? En ik hoor nu een heleboel over van, ja, willen we eigenlijk wel praten met tijdens de nieuwbouw over het onderhoud? Ik ben van mening van wel. Want, begin with the end in mind, onderhoud is wel verantwoordelijk dat het blijft doen. Dus ik mis ook het woord validatie in het geheel. En als het gevalideerd is, dan zullen we dat zo moeten houden. En dan kom ik op de term doelmatig onderhoud. Dus dat we dat doelmatig ook blijven doen. En... Nou ja, bijna iedereen heeft daar een leverancier voor in huis. En dan komen we eigenlijk op de stand van mijn presentatie. Waar zitten die verschillen nou? En waarom loopt het nou af en toe zo stroef?
waarom zijn die soms zelfs de belangen zo verschillend? En dan heb ik het te horen gekregen, nou ja, we hebben de opdrachtgever, ik heb met een hele mooie gehoord, ja, wij willen investeren en we willen voor langere termijn eigenlijk geen last van ze hebben, vraagt ook investeringen aan de leverancier. Ik heb gehoord over de waardebehoud van asset en bedrijfsprocesverstoringen. Maar ook het bijhouden van informatie. Want we hebben de Europese tenders lopen bij de grote bedrijven. Waar toch het grote risico is dat we elke 4, 6, 8, 10, 12, 15 jaar, welke termijn we ook kiezen, weer opnieuw kunnen gaan beginnen en eigenlijk wel alles weer opnieuw gaan opstarten. En dan kom ik vanzelf nu bij de andere kant, de leveranciers. Wat wij dan zien is, dan heb ik daar te maken met contractmanagers bij de leveranciers, die sterk onder druk staan vanuit hun organisatie over het projectresultaat. Je moet het met minimale mannetjes doen. Dus dat hij wil het zo efficiënt mogelijk doen. Eigenlijk zo liefst zo min mogelijk onderhoudsactiviteiten doen. En zo min mogelijk rapporteren. Want rapporteren, nou ja, dat zijn ze allemaal. Doen liever niet, hè, eigenlijk. De conclusie is ook wat ik eigenlijk tref. En ik zal me af en toe wel wat stekelig uiten. Maar dat is ook mooi bedoeld om de discussie achteraf wat los te krijgen. Mijn mening is dat we nog veel gericht zijn op doen. Als zijn de uitvoerende leveranciers. En te weinig op het denken. En het denken bedoel ik het maintenance engineer kant. En ook de borging van de data. Ik heb het net al genoemd. De waarde of de termen gehoord. Install base. Onderhoudsactiviteiten. Borgen we het bedrijfsproces wel. Ik heb een heleboel verschillende panden. Maar ik hoor ook een clean room. Nou, een clean room heeft een andere eis voor onderhoud. Als een sportcentrum. Dat weten we allemaal, maar dat moeten we dus wel ergens vast gaan leggen. Nou, als we dat dus gezamenlijk doen en we willen daar met elkaar samenwerken, is het wel een stukje vertrouwen. En dan stap ik op naar mijn volgende sheet en dan gaan we over de overeenkomst. Ik zag het bij mijn eerste presentatiegever, heeft het ook over het afsluiten van de overeenkomsten. Nou ja, overeenkomst is voor mij een mooi woord, is een containerbegrip, maar wat willen we nou eigenlijk van die partij? Dat betekent dat wij wat afspraken smart moeten gaan beschrijven. Wij vragen zaken van ze. Ik heb gehoord net, Philips vraagt een lichtconcept. Nou, fijn, prima dat ik met Philips een lichtconcept afsluit. Maar als ik het naar mijn vrouw vraag, heeft het een heel ander bel bij als ik erbij heb. En uiteindelijk moeten we dus wel tevreden zijn. En moeten we dus iets toch wel goed gaan beschrijven wat dat dan is. Nou, en mijn stelling is eigenlijk in de hele contractwereld waar ik in rondloop, is dat 80% van de contracten, dat daar de output eigenlijk maar voor 20% smart wordt gemeten. 80% gaat op de samenwerking, het vertrouwen, het contact, het gevoel. Maar de concretisering daarvan is niet altijd zo goed en inhoudelijk opgenomen. Nou, wat ik dan eigenlijk uitkom is, vertrouwen is prima, maar... Ik vertrouw een boel mensen, maar uiteindelijk zoek ik ook daar een stukje transparantie in. Oké, ik vertrouw je, maar wat doe je dan eigenlijk voor me en hoe loopt dat dan? En dan stap ik naar de volgende en dat ik zeg, zonder vertrouwen, dus zonder die transparantie, kan ik nooit resultaatgericht gaan samenwerken. Ik kom niet naar de toekomst toe, want ik heb geen startpunt, dus ik kan ook niet naar de toekomst kijken. Nou, wat moeten we daar dan voor vastleggen? En eigenlijk al helemaal in de designkant, is dat we begrijpelijk, betrouwbaar, relevant en vergelijkbare informatie opstellen. Ik noem het maar even een dashboardje wat daar rechtsonder staat. Maar dat we van elkaar weten, hoe gaat het nu eigenlijk? Doen we het goed of gaan we op vertrouwen verder? Nou, dan kom ik op het volgende verhaal. Ervaring leert dat vertrouwen niet altijd overeenkomt met een verwachting. Veel contracten staat onderhoud NEN 2767 met minimaal conditie 3. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Maar ik denk dat ook een aantal opdrachtgevers dit verhaal herkennen, is dat het resultaat niet altijd de verwachting is. Dus we hebben een leverancier die zegt minimaal conditie 3. Nou, dat betekent dat hij jaarlijks kijkt of het nog conditie 3 is. Het is redelijk. Je moet je afvragen, wil je het wel redelijk? Maar dat is een andere vraag. En de leverancier zegt, Oké, ik voldoe aan mijn verwachting. Ik factureer mijn aanneemsom. Echter,
opdrachtgevers, hoor ik, die zeggen van ja, maar wacht even, ik verwacht adequaat onderhoud. Hè? Hoe borg je dan? Waar staat het nou? Wat doe je allemaal? Jullie kijken alleen maar, hoor ik dan. Nou, en dan komt het uiteindelijke gevoel no value for money. En het probleem zit daar eigenlijk in, er is geen transparantie. Een leverancier laat niet zien wat hij doet, die doet het het liefst. En aan de andere kant is het ook een kwestie van, hoe beschrijf ik nou eigenlijk mijn output? He, is licht een output? Oké, maar dan moet ik ook accepteren dat ik misschien wel afwijk van een wens. En het vervelende wat ik nu zie, en ik heb er maar even de perverse prikkel gezien, is dat de conditieverplichting soms wel eens een neveneffect kan hebben, dat de resultaatverplichting anders wordt vertaald als wat je voor ogen hebt. Dus met andere woorden, het wordt vertaald, ik doe minimale inspanning. Denk even aan die spagaat op de eerste sheet. He, maar onze verwachting is dat we daar veel meer van krijgen. Nou, ik ga dus even door. Wat zien we nu eigenlijk en wat zie ik? En iedereen gebruikt altijd het voorbeeld van de auto. Ik doe het ook maar weer even. Als ik mijn auto ga halen, en dit is dan niet mijn auto, maar ik heb even een voorbeeldje van internet gehaald. En hij is voor een keuring of hij is voor de maintenance geweest, laat ik het mooie woord gebruiken. Dan vind ik daar een hele mooie sheet of eigenlijk een uitdraai naast me op mijn passagiersstoel liggen. En waarvan ik allerlei informatie kan halen. Daaruit blijkt dat ik het vertrouwen, hè, dus wat ik geef aan mijn garage, met andere woorden, wat u als vastgoedeigenaar geeft aan een leverancier, hè, help mij, ik ben dan wel ministerieel verantwoordelijk, hè, zoals net Rutte ook genoemd is, maar uiteindelijk geven wij het uit handen. En daarvoor hebben wij, ik zal maar zeggen, vertrouwen nodig. En dat vertrouwen is niet alleen maar die activiteitenboeken, hè, waar we het net ook over hebben gehad, maar ik heb ook gehoord net over wet en regelgeving. Maar wat ik eigenlijk nog mis is, wij hebben panden onder ons beheer, en wij noem ik eventjes als opdrachtgevers, waar specifieke bedrijfsprocessen in zitten. Maar ook fabrikantsvoorschriften met garantie. Is het nieuw? Is het oud? Die hele specificatie van naar de echte maintenance kant, die mis ik. En dat is eigenlijk wel een ontwikkeling die je nu weer ziet gaan in de markt. Dus mij is gevraagd, wat zie ik in de markt? Nou, dat is dus dit. Ik zie dus een trend waarvan ik steeds meer grote opdrachtgevers meer naar de transparantie gaat zoeken. Nog steeds output gerelateerd, maar wel transparantie gericht. Om zo hun aantoonbaarheid te kunnen borgen. Nou, dat is eigenlijk de volgende sheet. Ik heb hem even zichtbaar gemaakt met input, throughput, output, outcome. Wat wij missen is zicht in wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal. Ik ga niet al die dingetjes opnoemen. Maar juist die throughput is de borging van de data die je intern als leverancier in huis wil hebben. Niet bij een leverancier. Want elke zoveel jaar wissel je. Hier zit de kennis in hoe je optimaal doelmatig onderhoud uitvoert. Zodat je de gewenste output haalt. En als de output gereed is, dan komt er een outcome aan uit waarvan je tevreden kan zijn. Dus ik pleit er ook voor dat er meer transparantie zou moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat wij het opleggen. Maar ik mag wel van een leverancier vragen, wat doe je? Laat zien wat je doet. Want ik moet het ook kunnen borgen. Ik moet mijn wet en regelgeving kunnen aantonen. Ik krijg op mijn donder, als ik als facilitair manager het bedrijfsproces van de panden waar ik de verantwoordelijkheid voor draag niet kan borgen. Dus met andere woorden, het is ook mijn stoel waar het over gaat. Dus ik zoek die throughput informatie. Nou, mijn conclusie is dan ook, een resultaatgerichte samenwerking kan niet zonder dat transparantie en zonder dat vertrouwen. En daarin moet je dus goed gaan kijken. Die anti-mine, re-engineering, hè, zoals het dan mooi heet. Ik pleit dus ook voor maintenance, hè, of design, build en maintenance. Maar denk van tevoren na, wat wil je met je pand? We hebben recent een grote nieuwbouw begeleid, waarvan één of twee harde punten stonden. A, de eis van de cleanroom. En B, heb ik wel financiën, heb ik wel budget genoeg om het de komende 20 jaar te onderhouden? En daar is alles aan getoetst. Als maintenance engineer tijdens de bouw om het, ik zal maar zeggen, te borgen dat de output in zicht was. Daar zitten dus ook de validaties bij. En de validatie in dit gezin throughput.
weet wat een installatie kan. Dan kan je later ook meten of je het goed doet. Kan je je onderhoud eraan afwegen. En kan je dus borgen dat het werkt. Nou, dit was mijn presentatie. Ik moest hem ook kort en zakelijk houden. Bedankt, zeg ik dan maar even. Als er vragen zijn, prima. Kan je me altijd benaderen. En ik heb geen poll. Maar ik heb eigenlijk een dialoogvraag. Herkennen jullie dit? Die perse prikkels. Zien jullie dat ook in de praktijk? Als we nou eens even loslaten dat we de maintenance kan. En in welke mate zoeken we nou de transparantie? En kunnen we dat en willen we dat? Ja, dan sluit ik hem hierbij af. Oké. Jan. Ja. Nou ja, wat ik een perverse prikkel vind is, jij zegt nu ook bij aan opdrachtnemerskant dat daar alles gericht is om alles zo goedkoop mogelijk te doen. Ik vind dat we daarin ook een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Als opdrachtgever moet je ook weten wat voor kwaliteit jij in wil kopen en moet jij daar ook wel voldoende budget tegenover stellen om wat van jou aan opdrachtgever te durven vragen, opdrachtnemer te durven vragen, sorry. Dus ik vind ook dat we daar gezamenlijk in op moeten trekken. En als wij een Europese aanbesteding doen, dan gaan wij ook voor 30% prijs, 70% kwaliteit. En daarbij hebben wij ook beschreven wat voor output wij willen hebben. En die outcome, die throughput, daar ben ik wel eens dat je dat ook moet weten. Maar eigenlijk wat ik in jouw verhaal daarin ook mis is, wat voor dienstverlening willen we die eindgebruiker ook leveren? En verschillende processen, een ML3-lab heeft een hoger onderhoudsniveau als een kantoor. Maar wij hebben dan ook wel echt een binnenklimaat KPI beschreven en een beschikbaarheidspercentage beschreven. En dan hoef ik niet eens zozeer te weten wat die leverancier nu doet. Want als ik ook zie dat papiertje wat naast me in de auto ligt en wat er allemaal is gedaan. Ja, als ik steeds bij die garage wegkom en ik zie wat er gedaan is, maar ik kom het trein niet af omdat die alweer stilstaat. Ja, dan wil ik die leverancier toch wel erop aanspreken dat het niet helemaal is wat ik verwacht. En nog even op dat verwachtingsmanagement terugkomen. Ik vind ook wel, en dat is ook een rol van de onderhoudspartij, dat wij ook onze gebruikers moeten meenemen in het verwachtingsmanagement. En bijvoorbeeld ook in concrete producten durven zeggen van, nou, dit is de lichtsterkte die je van ons mag verwachten, of de kleur, of noem maar op. Dit is het binnenklimaat wat je mag verwachten. Dus ook daar hebben we een gezamenlijke rol in. En dat is, ja, dat is dan ook weer de rol van de onderhoudspartij. Dus okay. Dat even. Ja, duidelijk. Cor. Ja, ik werd eigenlijk getriggerd door Koert zijn verhaal dat hij zei van de techneut wil geen papiertjes invullen, een beetje gechargeerd gezegd. En ik ken mijn mensen uit de serviceafdeling toen, die zijn inderdaad techneut, die willen zoveel mogelijk onderhouden, die willen het mooi maken, die willen het goed maken en ze hebben een hekel om papier in te vullen. Gewoon, daar zijn ze niet van. Ze willen dat het draait, ze willen dat het loopt, ze willen dat het gaat en ze willen zo. En dan denk ik, eigenlijk zouden we dus als opdrachtgever daarin moeten anticiperen door gewoon te zeggen van, weet je joh, wat heb ik aan zo'n papiertje? Net wat Jan ook zegt, als die daarna uit elkaar klapt, dan heb je nog niks. Ik had toen bij de toolbox, had ik op een gegeven ogenblik twee voorbeelden met onderhoudspapieren. Eentje helemaal brandschoon en de ander met vette vingers erop. Welke stuur ik naar de klant, zei ik tegen mijn monteurs. Ja, die met die vette vingers kan je niet wegsturen. Je moet die schone sturen. Ik zei, nou dat ga ik dus niet doen. Want dat is degene die in de kantine is ingevuld. En die met die vette handen. Ja, misschien moet je een kopietje ervan maken. Dat oké, prima. Maar die is wel ter plaatse ingevuld. Dus ik weet zeker dat als daar dingen bevindingen op staan, dat ze daar geconstateerd zijn. Ja. Maar ik denk wat als we even hier naar kijken. Want ik zou ook wel graag een keer van een leverancier hier een reactie op willen hebben. Want ik weet natuurlijk ook van natuurlijk transparantie. Op het moment als jij iets inkoopt. Dan moet je ook de leverancier de mogelijkheid geven om slimme dingen te doen. En hoe rapporteert hij daar dan over? En ik ben het natuurlijk ook mee eens dat je krijgt waarde naar je geld.
Op het moment dat jij als opdrachtgever een aanbesteding houdt en je gaat voor de laagste prijs, dan krijg je ook gewoon het laagste. Het moet er toch allemaal voor gedaan worden. Maar mag ik een leverancier uitnodigen om hierop te reageren? Unica. Ik wilde wel op reageren hoor, Ronald. Nee, jij bent geleverancier. Oh, ik wou net zeggen. Soms worden adviseur namelijk ook wel als een leverancier gezien, want daar geldt namelijk ongeveer hetzelfde voor. Als jij, ja, dus, ja, okay. Dus ook kort, die ik herken hem. Ik herken absoluut ook het verhaal. Maar een leverancier, daarmee bedoel jij waarschijnlijk een opdrachtnemer van een contract. Ja, nou, dus ook een adviseur die heeft een opdrachtgever. Dus een adviseur die praat wel namens een opdrachtgever. En die is net zo goed zelf een leverancier. En de twee contractvormen, dat zijn de inspanningscontracten en de resultaatcontracten. Andere smaken zijn er eigenlijk niet. Die creëren verschillende verwachtingen. En dat gaf Koert eigenlijk ook al aan. En volgens mij gaat het erom. Om met die mix aan contracten, om daarmee om te gaan. Dus iedereen heeft te maken met een resultaatcontract en iedereen heeft te maken met een inspanningscontract. En de perverse prikkel zit er bij mij in, of tenminste die ik herken, is als jij je contracten niet goed managt, dus als je accepteert dat mensen die ergens een hekel aan hebben en dat niet doen en daarmee wegkomen, dan ben je op de verkeerde weg bezig. Met andere woorden, waarde naar jezelf krijgen. Dat opdrachtgevers soms het laten liggen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dus de belangen die zijn verschillend bij een inspanningscontract en bij een resultaatcontract. Dat weet iedereen. En het grappige is dat als jij als opdrachtnemer een contract aangaat en die scope is bepaald, dan hoor jij datgene te leveren wat is afgesproken. Dus waarde naar je geld, dat klopt. Maar de perverse prikkel zit er vaak hierin, dat jij als opdrachtnemer of als opdrachtgever meerdere contracten moet gaan managen. En als jij aan de ene kant zeg maar je focust op een resultaatcontract en daar zo min mogelijk doet en dergelijke en ook waar je een hekel aan hebt en daarmee wegkomt en je houdt tijd over om een inspanningscontract om weer meer te gaan verkopen, dan ontstaat volgens mij die perverse prikkel. Okay. En die krijgt dan zijn kans. En volgens mij moet je dat zien weg te nemen. Wat is jouw reactie daarop? Vanuit Unica. Nou, ik moet helaas, ik heb alleen maar ervaring in projecten draaien, dus niet in de onderhoudssfeer. Dus ik snap heel het verhaal, maar ik heb daar geen ervaring mee. Dus ik, nee, helaas. Maar bij jou geldt eigenlijk ook zo'n perverse prikkel, denk ik, Roel. Natuurlijk. Nee, je hebt een project en daarvoor krijg je een zak geld. Ja, en dat is een resultaatverplichting. Ja. En tegelijkertijd, en ik wil je er zeker niet van betichten hoor, maar tegelijkertijd zul jij ook aan een bepaalde omzetverplichting of een capaciteitsverplichting moeten gaan voldoen. En word jij op pad gestuurd om zoveel mogelijk dingen te bespreken om extra werk binnen te halen op basis van een inspanningscontract. Ja. En dat is de perverse prikkel. Als je daar op een goede manier mee om kunt gaan, hè, dus dat het ene niet leidt onder het andere, dan is er niks mis mee. Nee, klopt. Want die ken ik dan. Leon Krijns, wil jij hierop reageren? Ik hoopte eigenlijk al dat je mij hem toe zou bedelen. Dankjewel. ik zit vanuit Structon natuurlijk nauw betrokken bij onderhoud. En dit is en dat blijft het eeuwige spel wat je speelt met elkaar. Van wat is het verwachtingspatroon? Dat briefje wat net heel mooi als APK-keuring op de stoel komt te liggen. Ja, het spijt me heel erg, maar daar heb ik geen verstand van. En de meeste opdrachtgevers eigenlijk ook niet. Ze denken dat ze er verstand van hebben, maar dat moeten we niet willen. We moeten niet op die stoel gaan zitten van die techneut, van die specialist die dat onderhoud goed zou moeten uitvoeren. Zeg ik er maar nadruk even bij.
En waar we ook als onderhoudspartij vaak mee worstelen. Hoe borgen wij nou en hoe kunnen we dat ook auditen? Want dat is wel iets waar we druk mee bezig zijn. Hoe kunnen we nu de kwaliteit van onze technici die het onderhoud uitvoeren, hoe kunnen we dat gaan borgen? Want we moeten ervan uitgaan, als ik een specialist naartoe stuur om onderhoud uit te voeren, dat is een onderhoud deskundig uitvoert en met het advies komt wat ik graag wil weten. Dus als ik dat APK-briefje in mijn auto zie, dan lees ik alleen wat er helemaal onderaan staat. Dat is opmerking. Kan ik weer een jaar vooruit? Of moet ik ergens iets mee doen? En het liefst moet ik misschien volgend jaar ergens rekening mee houden. Hè? Mijn banden zijn nog goed, maar dit of dat. En ja, ik denk dat dat vooral de opdrachtgever, goed bewust moet zijn en vooral de dialoog aan moet gaan, ook met de opdrachtgever, opdrachtnemer. Wat is de beleving van elkaar? Als je over prestaties praat, wat versta je dan onder een prestatie? En zit er dan meteen een afrekencultuur aan vast? Of wil je ook als een keer een installatie uitvalt, dan niet alleen maar die vinger wijzen naar die specialist die er is geweest, want elke installatie kan een keer in storing vallen. Maar je moet wel leren en durven te evalueren met elkaar van oké, kunnen we zo'n probleem in de toekomst voorkomen? Want het enige wat je wil is dat je je bedrijfsvoering doorgaat. Hè? Dus als onderhoudspartij, een beetje Philips effect. Wat die installaties doen interesseert mij helemaal niks. Het interesseert mij wat de dienstverlening van mijn klant is. En die moet voorop staan en die moet geborgd worden. Dus als mijn verwarmingsketel in de zomerdag met 30 graden een keer in storing valt, ik kan er niet zo van wakker liggen. Maar de KPI's zijn vaak weer heel hard daarin. En zeggen, hij ligt eruit en dikke malen om je oren. Daar moeten we over nadenken met elkaar. Dus ga die dialoog aan de voorkant. Ja, dankjewel Leon. Roel Waringa, heb jij een reactie op? Want wij leiden toch ook mensen op daarvoor? Ja, ik ben het redelijk eens met alles wat ik gehoord heb, hoor. Maar ik redeneer iets meer vanuit de bouwkundige kant en dat geldt dat ook wel. Ik ben natuurlijk ook voor die transparantie en ik ben bij veel problemen in de onderhoudsfase ben ik mee bezig geweest. En ik vind het vastleggen ook belangrijk, ook als het in bijvoorbeeld bij restauraties meegemaakt dat het, als het negatief is, als men die kwaliteit om bepaalde redenen in tijd en geld niet gehaald heeft, dat het wel goed vastgelegd wordt, dat je er met name in die beheerfase op terug kunt komen. En voor de rest leer ik een hoop van jullie discussie nog. Dus ja, oké. Wie mag ik wel uitnodigen om hier op te reageren? Ik heb Gert Broekman. De microfoon. Ja, ik wil even reageren op de presentatie van Koert inderdaad. Wat mij in mijn praktijk veel is opgevallen is dat de opdrachtgever in veel gevallen onbewust onbekwaam is. En het is de rol van ons als adviseurs om juist dat geweten voor onze opdrachtgever te zijn, maar dat ook met de juiste ethiek te doen in het belang van de opdrachtgever. En te zorgen dat de opdrachtgever snapt wat de leverancier naar ons levert, wat de onderhoudspartij, wat we daarvan mogen verwachten. En inspanningsverplichting is heel mooi, resultaatsverplichting is heel mooi, maar als we het ook hebben over een stuk vertrouwen, dan praat je over vertrouwen tussen twee personen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, dan had ik een installateur waarbij ik met één man zaken deed. En ik had blind vertrouwen in die man. Waarom? Omdat die man leverde wat hij zei. En waarom deed hij dat? Omdat ik hem in de gelegenheid stelde om ook zijn boterham te maken. En zijn boterham te verdienen en daar een plakje kaas op te kunnen leggen. En niet alleen maar een kale boterham met boter. Het is geven en nemen en dat leidt tot vertrouwen. Dat als ik mijn leverancier wat laat verdienen, dan weet ik dat als ik in die shit zit, dat die leverancier er ook voor mij is. En als adviseur heb ik de rol om juist dat stukje bekwaamheid in te vullen voor mijn opdrachtgever. Dat is wat ik wou toevoegen. Ja, duidelijk. Jan, jij wou nog reageren?
Ja, we hebben het dan ook heel vaak over gevoelen, wat we van elkaar verwachten. En uiteraard moet je dat ook wel even tegen elkaar uitspreken. Maar ik vind ook wel dat je die prestaties, ik heb het dan ook liever over prestaties dan over een resultaat, maar over prestaties die geleverd worden, ik vind dat je dat ook wel heel helder op kunt schrijven. En inderdaad, je moet ook wel de leverancier ruimte geven om een keer, als er een storing is, dat kan eens een keer gebeuren. Daar moet ook ruimte voor zijn in het contract. Maar wat ik bijvoorbeeld heel vaak mis bij de technische mensen, de mensen die het onderhoud uitvoeren, dat die inderdaad de boel onderhouden omdat het er heel glimmend uit moet zien en noem maar op. Maar ze hebben geen idee van het proces waarvoor ze datgene onderhouden. En dat zouden ze veel meer moeten weten, want dezelfde luchtbehandelingsinstallatie op een ML3-lab ga je anders onderhouden als dat die op een magazijntje driehoog achter uitkomt. En de trots van een onderhoudsmonteur zou ook veel meer erin moeten zitten dat hij dat weet. En dat hij dus ook soms met minimale middelen, omdat het gebouw gesloopt wordt, dat hij dat nog in stand houdt. In plaats van dat hij teleurgesteld is dat het te weinig geld is om het onderhoud te doen zoals hij dat geleerd heeft op school. Dus ik denk dat aan die kant ook nog heel veel te winnen is om ook die mensen toch iets meer te leren van waarvoor pleeg ik dit onderhoud nu. Daar zie ik ook wel eens mensen wat ongemotiveerd van raken. Maar ja, omdat ze het nooit geleerd hebben dat er verschillende niveaus van onderhoud zijn voor dezelfde installatie. Oké, Jan, duidelijk. Raymond? En dan wil ik eigenlijk gaan afronden, want het is al 5:05. En even kijken wat wij nog als algemene zaken kunnen benoemen. Kan ik nog wel iets zeggen? Ja, zeker. Ja, ik kom ook terug op wat Koert zei, onafhankelijkheid van leverancier, want je hebt transities of wisselingen, zeg maar, van leveranciers. Maar ik hoor ook hier en daar inspanningscontract, resultaatcontract en KPI's en ja, wat leg je wel en wat leg je niet vast in een contract, maar ik zie in de praktijk een servicebom terugkomen waarop staat waar brandkleppen gecontroleerd moeten worden door de opdrachtnemer. En dan staat er als rapportage beschreven waar mogelijk welke mogelijk gecontroleerd. Ja, de vraag is, daar kun je geen resultaat of KPI aan vasthangen. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Maar ergens is er wel een verplichting van die opdrachtnemer dat als een monteur of iemand zijn werk heeft gedaan, dat intern ook gecontroleerd wordt of dat goed is, alvorens dat doorgezet wordt daar naar de opdrachtgever. Want dat horen we ook terecht. Niet iedereen is onbewust onbekwaam, maar er zijn wel een hoop opdrachtgevers die onderhoud uitbesteden omdat zij niet verstand hebben van onderhoud. Daar zoeken ze juist die partner bij die hun daarbij ontzorgt. Maar ja, die moeten dat dan wel op een manier doen waarbij je, als je die servicebonnen niet ziet, geborgd hebt dat het ook echt goed gebeurd is. Dat gedaan is wat moest worden gedaan. En ja, je kan als opdrachtgever niet alles vastleggen. Maar in de praktijk moet dat misschien toch wel, omdat het anders niet goed uitgevoerd wordt. Of gewoon niet goed geborgd is. Ja? Nee, oké. Okay. Ja, duidelijk. Goed punt. Ja, ik denk dat wij hierover nog de hele nacht door kunnen gaan. Want als we maar lang genoeg bij elkaar blijven, dan... Maar ik denk wel dat er heel veel belangrijke dingen zijn benoemd. Dat is eigenlijk ook een beetje de doelstelling van vandaag. De doelstelling is dat we met elkaar van gedachten wisselen. En elkaar aanvullen. En eventueel prikkelend andere uitdagen tot een gesprek. Dat is gebeurd vandaag. Dus ik... Ik heb hier een goed gevoel bij. Fiona, we hadden nog een poll, hè, voor afloop. Heb ik je daar nog over gemaild? Die heb ik op dit moment nog niet open. Ik kan wel de vragen bijpakken.
Nee, wat voor ons belangrijk is, is natuurlijk lessons learned. We hebben dit nu gedaan. We zijn van plan om dat over verschillende thema's ook dit jaar meer te doen. Dat gaan we zowel op asset management niveau doen, waar ik de thema 1 en thema 2, dat is hier over contracten. Dus we zullen dit ook meerdere keren gaan doen om met elkaar over gedachten te wisselen. Maar ik ben ook wel een beetje op zoek naar de effectiviteit van deze bijeenkomst. Oh, die, ja. Na afloop krijg je sowieso allemaal een verslag van de bijeenkomst. En in die mail zal ik ook een polvraag stellen of iedereen even de bijeenkomst wil beoordelen op een schaal van 1 tot 5. Het is voor ons inderdaad, wat Ronald ook al zegt, handig om die feedback te krijgen. Oké. Ik zou vooruitlopend daarop alvast mijn dank willen uitspreken aan in ieder geval Fiona en Ronald als gezichten van de organisatie. Jullie hebben het prima geleid. Daarnaast de discipline van de rest van de deelnemers om netjes te wachten totdat je het woord krijgt. Ik schoffeer dat een beetje door nu het woord te nemen. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vond het een zeer interessant en ook een hele goede discussie met heel veel belichting van verschillende kanten. Dankjewel. Oké. Hartelijk dank voor dit compliment. Toch wil ik van jullie vragen, als jullie opmerkingen hebben of suggesties van hoe wij in de toekomst toch dit nog een stap beter kunnen doen, dat houden we altijd aanbevolen en kunnen jullie dat natuurlijk altijd bij Fiona via de NVDO kwijt. Ja, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage, want zonder jullie bijdrage wordt het niks. We maken het allemaal gezamenlijk en dat is eigenlijk ook een beetje dat ondernemend samenwerken waar ik altijd probeer uit te dragen. Dus ik wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ik wens u een prettige avond. Eet smakelijk en blijf gezond. Ook bedankt.